Als je weten wilt wie Jezus was, moet je denken aan een simpel glas. Jezus rookte hasj, nog sigaret. Jezus ging altijd op tijd naar bed. Jezus spoot zich niet met harddrugs vol. Jezus ging bij het eten uit zijn bol. Van dat ene glaasje rode wijn zou ook jij niet zo verstandig zijn. Jezus had genoeg aan wijn, daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn. Jezus had genoeg aan wijn, en dat behoeft geen kandekru te zijn. Jezus had genoeg aan wijn. Jezus zou ook nu tevreden zijn met een wijntje zonder flauwekul, zoals Jezus dronk in het wijnjaar nul. Als je weten wilt wie Jezus was, denk dan aan een blanco giropas. Jezus had geen bank of creditkaart, want zijn woord was al miljoenen waard. Jezus reed niet in een auto rond, had geen motor onder zijn kont. Dat zou trouwens onverantwoord zijn, want 's avonds dronk hij liters tafel wijn. Jezus had genoeg aan wijn, daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn. Jezus had genoeg aan wijn, en dat behoeft geen kandekru te zijn. Jezus had genoeg aan wijn. Jezus zou ook nu tevreden zijn met een wijntje zonder flauwekul, zoals Jezus dronk in het wijnjaar nul. En dan brak hij daar alleen een lekker stukje droogbrood bij. Zo.